Het monument van de dag is het Ridderhuset op zijn Zweeds, oftewel het House of Nobility, het huis van de adel. Ik sta hier in Helsinki en dit gebouw werd ontworpen in 1859 en opgeleverd in 1862 naar een ontwerp van architect Siewicz. En dat was een Pool die van adel was en ja, vanwege een akkefietje vluchtte naar Finland en hier zijn architectenpraktijk voortzette. Het gebouw is ontworpen in neogotische stijl en dat kun je zien aan de spitsbogen. En als je hier beneden binnen gaat, dan ga je een statige trap op en dan kom je in de grote zaal. En die grote zaal is behangen met alle wapenschilden van de verschillende adellijke families. En dat waren er, zoals je kan zien, heel wat. Het zijn er tegenwoordig wat minder, want er komt weinig adel meer bij. Maar nog steeds is hier de kanselarij. Hier worden de verschillende adellijke families ingeschreven. Hier worden de gegevens bewaard en hier komt de adel ook bijeen. En ik ben hier dus vandaag voor de presentatie van een boek over erfgoed van Europa Nostra, waar ik een bijdrage aan mocht leveren. En vandaar dat deze Ridderhuset, het House of Nobility in Finland in Helsinki, het monument van de dag is.